Hé, waar is de pet? Daar is de pet. Al die haat op de nieuwe intro. Jongens, zijn jullie blind? Nieuwe intro is in 60 frames per second gerenderd. De oude in 25. Nieuwe is toch veel smoother as shit? Ik denk dat jullie gewoon verliefd zijn op het liedje. Dus ja, let's go. Ace heeft geluisterd naar de kijkers. Intro veranderd, ja. En nog zo'n vraag die nu waarschijnlijk typisch is. In welk fucking huis ben jij? Mijn kamer wordt volledig geschilderd en opnieuw gebouwd en shit. Ik krijg een nieuw bed, een nieuwe bureau, een nieuwe ding, alles nieuw. Dus heel mijn kamer zal er anders uit gaan zien. Binnenkort komt er een setup video van mijn volledige setup met goede belichting. Zien jullie alles, maar alles is nu nog, ja, ik heb nog een nieuwe bureau, een nieuw bed. Dus als ik nu een setup video zou maken... Dik shit! Ik heb nog geen zin om een gewone leuke praatvideo met jullie te doen. Ik ga over een beetje random dingen praten, maar jullie gaan het wel leuk vinden. Dus zoals ik al eerder heb gezegd in deze video, even like je. Motiveert. Enorm. Gewoon like. Het is een goede motivatie. Gewoon op de like-knop drukken en... commentaar laten. Subscribe. Er gaan grote dingen veranderen op ACID, zoals ik al had gezegd in de nieuwjaarsvideo. Maar ik het nog niet allemaal ging zeggen, maar nu ga ik het toch doen, want... Toch, ik heb een schema. Holy shit, Ace, dit heb je een schema. Nee, nooit hoop. Ik ga wel een soort van vaste dingen uploaden op een week. Heb ik het over een vlog op maandag, wat sowieso gaat gebeuren. 2 maal Advanced Warfare per week. 1 maal FIFA per week. Praatvideo's en GTA. Dus dat is helemaal nice, want dat waren de games die het beste geliked werden door jullie. De video's die het meeste gekeken werden en shit. Dus ik moest een selectie maken en ja. Minecraft was ja een, ja... Well, no. Guys didn't like that, did you? We didn't like Minecraft. Vonden jullie Minecraft echt niet leuk? No, we didn't like Minecraft. Dus jullie vonden Minecraft eigenlijk echt niet leuk? No. Dus dan heb ik Minecraft maar weggedaan, want ja, ja. En omdat mijn kamer volledig gaat veranderen, ga ik ook speciaal voor jullie mijn facecam, de achtergrond, fucking nice maken. Ik ben van plan om een paar hele coole dingen op te hangen achter mijn facecam, want ik ga hier... ook niet meer zitten. Ik ga mijn bureau draaien, zodat ik eigenlijk gewoon met mijn rug tegen de muur zit. En dan kan ik zo video's opnemen. Dan kan ik ook bijvoorbeeld een soort van grote poster achter me hangen van het game waar ik op dat moment aan het spelen ben. Gewoon een greenscreen hangen, maar ik ben niet zo... Ik vind het leuker om te kijken naar een facecam met... hoeken, dat is shit. Dan naar een greenscreen, omdat het er zo greenscreen uitziet. Dus willen jullie nog... Jij? Ja? Ja, ja. Ja, jij. Wil jij een speciale game zien op mijn kanaal die echt leuk is om naar te kijken en niet zo'n Japans spel fucked up is? Laat het dan weten in de comments, want ik krijg tweets over League of Legends. Mensen die al lang mijn video's kijken, ik heb al 10 miljard keer gezegd dat ik League of Legends ga uploaden. Maar ik heb dan 1 keer League of Legends geüpload en we gaan niet praten over de likes en zo, die video. Het was rampzaal. Ik denk dat niet genoeg mensen League of Legends kennen van mijn sub-ding en dan kijken ze dat niet en dan... Dus laat zeker een paar leuke spellen achter die veel mensen leuk zullen vinden. Dus drop in de comments. En niet zeggen dat ik een giveaway moet doen, want j'ai pas d'argent. My money is op. En scare. Je kan altijd Pokémon kaarten kopen als je wil. We hebben een volledige collectie aan X-kaarten speciaal voor jullie. Dit is echt weer het grootste random fucked up video ooit. Hey. Wist je dat er mensen zijn die een frigo kunnen balanceren op hun kin? Er een man is die een baard heeft waar je aan kan hangen als je minder dan 50 kilo weegt? Dat een man 25 jojo's tegelijk kan dingen? Kijk, ik moet echt iets deftigs zeggen. Als ik FIFA ga uploaden, gaat het waarschijnlijk een soort van eigen uitgevonden serie zijn. Een dikke variatie op Road to Division 1. En het wordt iets vet, het wordt leuk. Als jullie het gaan zien, ik denk dat ik zaterdag FIFA ga uploaden. Dan zondag Advanced Warfare en dan maandag vlog. Wordt fucking epic. Maar dus voor die FIFA, kom allemaal zaterdag maar kijken op mijn channel. Het wordt nice. Eigenlijk zat ik een beetje met een probleem omdat ik wou Call of Duty opnemen. Maar ik dacht, Advanced Warfare is gisteren nog maar geweest. Dus ik doe het vandaag niet. En mijn muur moest geschilderd worden. Dus ik moest wachten tot die schilderdudes weg waren. Ik kon hier moeilijk video opnemen terwijl mijn muur geschilderd werd. Dat was zo, die mensen snappen hun leven niet ofzo. En het grootste probleem was eigenlijk dat het hier stonk. Die geur van die verf was onmenselijk. Weten jullie dat als ik een video opneem met mijn camera dan zo mijn facecam film, ik enorm veel problemen heb om niet in het schermpje te kijken, dat ik gewoon in de lens moet kijken, want anders ziet het er zo uit. En dat is pretty fucked up voor jullie. Maar dus ja,
Mensen die al lang mijn channel volgen weten dat ik vroeger een keer zo'n top 10 serie heb gedaan. En dan nam ik een onderwerp en vertelde ik mijn top 10 daarover. Ik had gedaan top 10 cartoons, top 10 Belgische YouTubers en top 10 games of zo. Dan ben ik gestopt zonder reden, want die serie had hele goede support. Waarschijnlijk komt die wel terug, maar dan met vette, leuke, speciale onderwerpen. 10 hotste pornstars of zo, dat wordt echt vet. Jullie hebben waarschijnlijk mijn fanart ook al gezien, want die staat namelijk gewoon echt op al mijn social media. Maar in case je mijn fanart nog niet zo gezien hebben, hier is hij. Hij is fucking vet. Het is een tekening van mij met deze trui en die pet en dan... Dus ja, het is echt een dikke, vette tekening. Dikke shout-out naar AdPittigCool op Twitter. Hij maakt deze vette, vette, vette tekeningen. Natuurlijk niet gratis als je geen YouTuber bent. En je moet ook wat subs hebben. Hè. Dus is dat weer tijd om de video af te sluiten, mensen? Jullie denken nu, hey shit, why the fuck upload je een video als je er toch in gaat zeveren? Mensen, ik wou een video maken. Dus ik dacht, ik zei gewoon een beetje en misschien is het leuk en misschien niet en like gewoon. Steun me. Ik upload dagelijks. Het is het. Soms is de inspiratie weg en soms is hier wel. Soms niet, maar soms ook wel. Like hoop. Ik ben Ace. Ik zeg tot morgen. Morgen komt er al een deftige video. Sorry mensen, ik ben Ace. Ik zeg al ja, you bitches.